in deze nieuwe video een bal staar. Vandaag is er weer een grote jongen hier. Ja, een grote jongen. Hier is hem. Hier loopt hem. Ja, hij is even zijn boekentas aan het uittesten waar hij mee naar school gaat. Dat is zijn boekentas. Dus, het is een mooie boekentas. Vind je niet? Een prachtige boekentas. Dus, dat is onze kleine man. Zeg eens hallo. Zeg eens dada in de vlog. Dada. Papa. Papa. En hij kan zo goed wandelen. Ja, we zijn even aan het oefenen voor te leren wandelen met zijn boekentas. Dus heeft hij die eventjes aan. Dus, zo. Met je ook een stoel? Nee, dat is de, niet goed. Hier. Een vorkje op tafel. En een mes. Leg die op tafel. Waar je bord is. Dat de man. Maar op de, ja. De tafel, inderdaad. Uw mes nog. Zo. Perfect. Ja, Peter gaat nu een glijbaan halen. Is dat goed? We hebben dus een eigen glijbaan. Dat heb je misschien wel gezien. Ik heb die soms ook voor in het zwembad en zo, omdat dat wel kijk cool is. En ik dacht, als het dan toch het weer niet toelaat om buiten te gaan, dan zet je die gewoon binnen. Dus we gaan die even nemen. Hier staat hem trouwens. Hier is hem. Met een beetje afkuizing kan hij daar gemakkelijk op. De glijbaan. Dus, gaan we die even binnen smijten. Alleen smijten niet. Dat zou niet goed komen als we die binnen besmijten. Even wachten, we moeten hier nog afkuisen, kleine man. Hij gaat op de glijbaan, ik heb hem afgekuist. Daarmee moest hij hem ook even wachten. Er kwam veel vuil af. Zo. Zien of dat al kan. Dat is de eerste keer natuurlijk. Hij gaat er naar beneden. Doe maar. Peter zal nog wat. Doe maar. Nee, je moet zo met de... Zo. En dan hierop. Doe maar. Doe maar. Nee, heb je zin, een beetje schrik. Wacht, we zullen er eventjes opzetten. Hup, poep zitten. Poep zitten. En nu glijden. Nu zitten we op de glijbaan. Glij maar. Zo. Doe maar. Dat hem altijd zo van, hè. Glijdt hem niet goed. Glijdt hem niet goed. Dat doen alle kinderen. Alle kinderen die ik ken, die doen dat allemaal zo naar boven. Dat is echt niet normaal. Dus. Klaar voor de start, zegt. Doe maar. Oh, gaat dat wel lukken? Ik ga hem verzetten. Dat schat ik eigenlijk. Misschien vind ik ook al goed op de glijbank te gaan. Moet ik snuffeltjes opzetten? We gaan snuffeltjes opzetten. Maar. Zo.
vindt hij altijd, dat vindt hij echt het leukste om te doen. Eigenlijk dat dit hem al vanaf dat hij klein was, deed hij dat al meteen. Wat is je voor een bord? We gaan uw lasagne in de micro steken. Dus we gaan ook een ander bord nemen. Zo, pas op voor de kop. Oh ja, dat is te klein, dus dat gaat niet. Voilà, uw lasagne. Dus dat kreeg van zijn moeder om te eten. Dus we gaan nog wel eens klaar maken. Die bord maar op de tafel. Komt er zonder door, maar ik zeg het is zo, eigenlijk gaan zwemmen, maar dat is niet meer kunnen gaan. Ja, als je in de klas zijn ze maar open 12 uur. En ja, kind was een beetje te laat, dus ik kan dat niet zwemmen. Helaas. Zo. Maar we gaan straks wel even een masker opdoen. Zo. Voilà. En even staat aan de winkel. Daar gaan we eventjes nog iets kopen voor morgen. Dus, en dan gaat de voet mee. Kom, en zo. Kom. Kom. Deze kant. Deze kant. Kom. Kom. Het is een hond, maar... En kom. Kom, en zo. Daar aan de voordeur. We gaan eens plassen. En dan gaan we... En even. Zo, we zijn nu richting Carrefour. Het is nog vrij rustig hier. Ik had het drukker verwacht om eerlijk te zijn, maar het zat ook mee. Ja, je weet natuurlijk nog in de winkel, maar er zijn niet zoveel auto's. Die moeten op de parking staan. Dus. Ja, normaal zijn ze te voet, maar meneer koos ook voor de buggy. Dus we zijn nu in de buggy. Dus ja, als ze dat wilt, wordt niet. Kijken voor snoepjes voor de konijn. Eerst kijken of ze chocolade hebben en melk. En ik raak maken chocolade en melk. En ook iets voor te eten worden. Dus dat zei ik al, we moeten hebben in de Carrefour. Dus we gaan eens kijken. Misschien gaat hij met mijn klein karretje wandelen. Nu is aan het kijken wat... Kom. We gaan eens kijken waar de konijnen zitten. Dat moeten we hebben. Kom. Ik ga kijken naar de konijntjes. Ik heb een karm. Zo maar het doen. Hm? De konijntjes. Overal afblijven, hè? Kijk, ik zit er weer bij de productie van de konijntjes. Nee. En niet aankomen. Kijk, het is grappig, je gaat dat openmaken. We zijn een doorhoud gaan halen voor de mensen die niet weten. Busmotors, motorloze pakketjes zeggen we altijd. En ja, het is nu bezig om het eruit te halen. Zo dus eerst nu doen we dan met eten. Dus nu weten. Met van die bolletjes. Er dus was ook chocolade en ook nog roos, maar dit vind ik al wel beter. Ik eet altijd die rooi, maar dat gaat dus niet.
nog goed geamuseerd. Hij staat hier momenteel, de kleine man. Hij heeft wat alles uit de kast gehaald. Laat eens zien. Zo, hij is een clown. Dus we gaan nu richting zijn mama. Allee, tegen zijn ouders eigenlijk. Dus we moeten er alsnog klaarmaken van de fiets en zo. Maar dat kunnen we perfect doen. We hebben leuke filmpjes gemaakt. Hij heeft ondertussen met zijn vingers hier aangezeten. En dan kunnen we vertrekken. We zijn er helemaal klaar voor. Dus, gele de gitaren, koostrokkers, toetsen razendsnel, duimen op de snaren, koostrokkers. Nu gaan we de fiets aanpikken. Ik heb hier de sleutel om die aan te pikken. Zo. En dan gaan we dat maar eens doen. Ja, het scherm is een beetje vuil, maar daar kan ik helaas niks aan veranderen nu. Ik ga mijn fiets even ergens anders zetten. En dan gaan we Enzo weer aanblikken. Dus ja. Dit is een fiets. Dan doe ik daar. En dan moeten we Enzo daar even aanblikken. Hij zit er al in. Dit is een beetje zwaar. Dat is een beetje zwaar, ja. Meneer was er al in proppen, dus. Dus, en dan zullen we dat nu aan elkaar aan het pikken, dan ga ik je laten zien hoe dat doet. Want dat is van kleine mensen. De fiets kan pikken, dat doen we niet. Ja. Zo, dan moeten we dat ding erop zetten. Dit is een hele shop eigenlijk op zich om dat te doen. Dus, maar nu hangt hem er dus aan. En dan kunnen we veilig rijden. En dat is heel belangrijk natuurlijk, dat we heel veilig en wel kunnen rijden natuurlijk, want je weet natuurlijk niet dat er iets gebeurt, hè. Totaal niet, hè. Dus, en dan gaan we dit opsteken. Dat is ook altijd een heel ding gedoe, want ik kan dat nog niet van de eerste keer. Zo. Voilà. Erop. Dat is veilig, we moeten helemaal niet op vastklikken. En dat is het dus gaan doen. En dan dat vastklikken. Zo. Dat hij veilig naar huis kan gaan. Zo, vastklikken. Voilà, is het vast. Onze kleine pink. En dan kunnen we zo. Ja. Zo, dat is ook nog nodig. En dan steken we dit, steken we hier. Hè. Voilà. Zo, dan kunnen we vertrekken. Vertrekken richting zijn huis. Zo. Wauw.